had een meisje leren kennen in de Burger King. En ik was meteen verliefd. Zie je dat nou zo wel goed? Ja, ik weet dat zeker dat ik ze zo goed zie. Ja, 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 ja. Ja, ik vind dat een goede. Ik vind reageren is vooruitzien. Moet je eens kijken. Prachtig toch? Ja. En ik zei wie? Ha! Doe nou niet zo raar! Max stond erbij en ik keek haar na. Je bent een beetje oud geworden. Ja, ja, maar dat heeft met de leeftijd te maken. Hè. Ja, vroeger was ik best goed, maar omdat ik gezond ben ik dan nog. Maar ik zie er dan nog goed uit, of niet? Ah, geweldig. Oh ja, 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 ja. Ik ben er blij mee. Ik heel graag bij ons in het religieus museum houden, maar ja, ze is niet te houden. Die bossenbol die neemt ze mee. 2800 jaar rustig op slaproep kunnen liggen. En dan komen die knoeren en die fruiten daar in de grond. En dan fruiten ze op en dan weten ze niet waar ze mee in moeten. Of bij de oude nonnen of naar het Brabants museum. Kijk eens hier. Hoe is het dan bij u zo van bovenaf te zien? Geweldig. Ja, we hebben een klein beetje pech gehad, net een paar buitjes, maar nu schijnt de zon en nu is het helemaal geweldig. Was het nou leuker, post rondbrengen of hier zo op die wagen staan? Nou, voor één keer op die wagen staan is het natuurlijk geweldig. Maar voor de rest laten we maar voor de rest van het jaar maar post wegbrengen, lijkt me beter. Nu ben ik een beetje volgens mij in het hol van de leerwaskuus verkleed. Ja, dat klopt. Ja. Ben je nog niet aangevallen? En nog niet, maar ben ik hier wel veilig? Ja, je bent hier helemaal veilig. Nu is iedereen welkom. Zelfs een kus. Ik ben een beetje verdwaald. Oh, verdwaald van wat? Ik ben op zoek naar Kussengat. De Kussengat? Nou, dat is wijd weg. Dan moet je die kant op. Ja? En dan liefst binnen een deur, want je weet nooit waar je tegenkomt onderweg. Hè? Ben ik hier wel veilig? Hier nu, jawel. Ja, het is goed volk hier. Hè? Ja, kei goed volk. Hey! Hey! Ben bij een kus, hè? Oh, dat moet ik niet doen. Eens een werk, hè? Oh, Vechel. Ja, daar weet ik niet waar dat ligt. Heb ik wel eens van gehoord, maar ik weet niet waar dat ligt. Het Kussengat, ja, dan bent u helemaal verdwaald. Maar ik zou het echt ook niet weten hoe dat moet, want dat gat is wel zo groot. Ook ik geen goede vragen die u stelt. Ook al niet. Nee, maar ik kan wel een cursus volgen. Wat ik moet vragen aan een carnavalsvierder. Ja, wat moet ik vragen aan de mensen? Ik moet even vragen. Bent u geniet u? Bent u gelukkig? En een hele fijne dag en veel plezier. Wat eens even voordoen hoe het moet. Hier, de microfoon. Dan gaan we eens even, laat maar zien hoe het moet. Ja, hier zijn we dan in de optocht van de knoerzen. Zoals u ziet, duizenden mensen langs de lijn. Het is gewoon in één woord fantastisch. En zoals de mensen zich allemaal uitdossen. En verder wens ik u een hele fijne dag verder, want ik moet gauw verder, want mijn wagen loopt voor mij. Ik kan met een gerust hart terug naar Kussengat, hoor. Ja, dat kun je wel, maar sterkte. Laten we een beetje te genieten. Ja, heerlijk vind ik het. Ja, echt heerlijk. Ja. Wat is er nou zo mooi aan dan?
Nou, dat is de warmte van de mensen onderling. Als je hier al 31 jaar woont, dan is het net of je in een warm bad zit. En dat is gewoon fantastisch. Ja, vandaag is weer zo'n mooie.